misschien moet ik eerst eens muziek afzetten. Goedemorgen iedereen, leuk dat je weer bij bent bij een nieuwe video. Mijn naam is Lana van den Perre, ik ben 20 jaar oud en ik lig dus nog in bed. Zoals je kunt zien. Het is nu, ik kan het niet zien. Het is nu 11:30 in de middag eigenlijk. Maar ik heb daar een goede reden voor waarom dat ik nog om 11:30 in mijn bed lig. Want ik moet straks werken in de nacht. Dus dan slaap ik altijd uit, zodat ik straks gewoon kan wakker blijven in de nacht. Want dan moet ik werken. Daarom. Vroeger stond ik gewoon op een normaal uur. Gewoon 8 uur of zo. Maar dan ben ik wel 24 uur wakker. Soms zelfs 26 uur. Dus ja, dat was niet echt te doen. Maar ja, goed. Ik krijg ook constant berichten aan. Maar ik kan het niet voorlezen, want ze zijn allemaal in het Frans. Ik weet echt niet wat ze allemaal sturen. Okay. Maar ik moet wel op gaan staan, want Sarah en Stef die zijn bijna eigenlijk thuis aan school, nog een half uur, dat die in de les zitten en dan komen die naar huis. En ik moet Sarah naar de paarden doen, dus dat moet ik ook nog doen. Dus ja, er reden te meer om op te staan en een ontbijtje te maken. Ik denk alleen dat mijn vader thuis is nog, want die heeft corona. Maar ik ben gewoon negatief getest, dus boeien. Ik ben getest in het ziekenhuis. Ik heb daar op mijn uitslag gewacht, een uur lang. En daarna ben ik gewoon naar de dienst gegaan waar ik werkte. Ja, hier zijn. Nee, zit. Ja. Ik ben Witse nu al kwijt. Ah, daar. Ja, dat gaat hier niet gaan, hè. Nee. Ja, gaat er maar gewoon over. Flink. Kom. Als je samen gaat wandelen met je hond, dan is dat altijd heil op 10 meter voor u of 10 meter achter u. Maar samen wandelen, no way. Hij is wel een beetje ziek. Ik denk dat hij ook corona heeft. Maar echt serieus. Kunnen honden corona krijgen? Want dan heeft hij dat ook. Die eet niet goed. Wat zit jij nou te doen? Goed, maar ja. Klein toertje maken voor dat ik Sarah moet wegdoen naar de paarden. En Witse? Kom maar, Witse. Terug in mijn kamer, weer al. Ja, hier woon ik echt bijna. Thuis moeten er ook wat dingetjes gebeuren, dus ik ga mij aan de computer zetten en ik ga nog een album afmaken die ik aan mama had beloofd, wou ik zeggen, maar eigenlijk heb ik dat helemaal niet beloofd hoor. Ik moet gewoon een album maken voor mama, dus ja, daar ga ik mij nu terug aan zetten. Een van deze weken moet dat wel echt af zijn. Dus ja. Maar zoals ik dus zei, ik maak dus albums zoals deze. Of deze. Of de grootste, deze. Deze zijn nu wel drie boeken die ik zelf niet heb gemaakt. Ik heb enkel deze en deze, daar heb ik de foto's van gemaakt, die er dus in staan. Maar de boek zelf heb ik niet gemaakt, dat heeft mijn moeken gedaan. Dus de mama van mijn papa eigenlijk. Want sommigen noemen ik mama. Okay. Ze heeft er zo nog gemaakt. Er liggen nog albums. Ik denk hier een verdiep lager in de speelkamer, strijkkamer, logeerkamer, wat voor kamer het ook is. Daar in de kast liggen ook nog boeken met momenten zoals dat ik in een helikopter heb meegevlogen. Ik denk ook nog echt zo van vroeger, foto's, etc.
En ja, mensen, je hoort het goed. Mijn moeke, die kan dat allemaal. Maar echt. Die kan met de computer werken. De albums die ik heb zelf gemaakt, die zijn natuurlijk dan naar de mensen gegaan waar ik ook de foto's heb voor getrokken. Maar deze is dan ook zo het soort van wat ik voor het filmen deed. Dus nu wil ik heel graag filmen en ik ga er wel verder werken aan het doen. Dus nu wil ik heel graag filmen en eigenlijk in plaats van dat ik nu een boek maak, zou ik dan eigenlijk een beetje wat ik nu film of wat ik nu opneem, zou ik dan bewerken. Zo. Dus ik doe altijd wel computer dingetjes. Maar voordat ik begon te filmen eigenlijk, heb ik altijd dus boeken gemaakt of foto's. Of ik liep altijd ook al wel met de camera rond, ervoor al. Gewoon puur omdat ik dan die momenten wou, gewoon wou bijhouden eigenlijk. Gewoon ook de random momenten, gewoon de meest random momenten. Dus ook mijn computers, deze computer, mijn laptop, mijn gsm's, die staan echt vol met foto's van vroeger tot nu. En je weet gewoon niet wat je ermee moet doen. Je kunt van alles een album gaan maken, ja. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar ik heb mijn album afgekregen. Hij is klaar. Enkel moet hij nog goedgekeurd worden door ons mama. Dus die moet ik zometeen nog opbellen. Ik weet niet of die thuis is eigenlijk. Daar gaan we nu ineens mee achterkomen. Inkt 1 of zo. Dag mama. Heb jij vandaag tijd? Binnen een kwartier gaan we ook eten. Dat is toch handig, hè? We hebben er zo 4. En dan bellen we naar elkaar eigenlijk. Van komen eten of als je iets nodig hebt of zo. Dus mama heeft nu beneden opgepakt. En dan zei ik, kun je naar boven komen en dan komt hij straks. Maar zij zegt nu, eerst dat ik naar beneden moet komen, want ik moet gaan eten. En dan komt ze straks naar boven. En ja, zo gaat dat. Alleen papa en ik, wij kunnen op onze vingers fluiten. Zo. Als dat fluitsignaal er was, dan wisten we dat er iets was. En dat we naar beneden moesten komen. Maar alleen papa en ik kunnen dat op onze vingers fluiten. Dus daarom hebben we nu een telefoon. En dat is kwijt nu handig. Zeker als je met een huis zit met, ja, met verdiepen en zo. Is dat wel handig. Maar ik moest binnen een kwartier gaan eten. Dus dat ga ik eerst doen. En daarna ga mama naar hier komen. Voor de album te bekijken. Zoals je kunt zien. Het is dus donker buiten. Dus dat betekent dat ik eigenlijk daarna moet vertrekken. Naar het werk. Dus dat zullen we eens doen. Ik heb nu nog gewoon een vestje aan, een simpel t-shirt en mijn joggingbroek, omdat dat echt goed zit. Maar ja, dat is veel te koud, want ik heb het hier in mijn kamer al koud. Wat laat staan dat buiten koud is. Het is 4 graden, denk ik, heb ik gezien. Maar ja, dus ja. Dus we gaan een ander outfitje aandoen voor op de fiets. Dit is het dan. Ik heb lekker warm aangekleed. Fluohesje aan, want ik moet 10 kilometer fietsen in het donkere. Dus veiligheid boven alles. Maar dit was het weer van vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet dan zeker niet te abonneren, zodat jullie weer op de hoogte blijven. En ja, dan zie ik jullie snel weer. Ciao!